Zo, nog een opname van het apparaatje. Het verbale derde transceivertje uit China. Ja, en hoe laat je dan zien hoe klein dat ding is, hè? Nou, als je er een draaispoelmeter op zet. Niet eens zo'n hele grote. Ik heb misschien nog wel iets. Een penlight. Maar ik heb momenteel te veel storing. Ik hoor niet veel stations. Ook op de andere apparaten niet. Dus echt zinvol kan ik er niet wat van laten horen. Dit microfoontje is ook super klein. Daar zit de speaker in trouwens. Ik weet niet of hij hem scherp heeft. Heel veel mee draai ik aan de volume van. Ik dacht dat ik aan de afstemming zat te draaien, maar een knopje indrukken. Nou, binnenkort kom ik met meer. In ieder geval lijkt hij te werken. Ik heb één foutje in de firmware inmiddels ontdekt. Het zal er vast wel meer in zitten. Het is een beetje een experimenteel product. En ik begrijp van verschillende mensen dat ze niet super netjes met de Creative Commons regels zijn omgegaan. Maar goed, dat weerhoudt me er niet van op het apparaat wat ik helemaal gekocht heb. Ook uit te testen en misschien wel, als hij goed genoeg blijkt, in gebruik te nemen voor onderweg. De Kiego is echt fors groter. Dat is veel meer dan dat op de eerder gemaakte foto's leek. Je ziet ook wel, als je de connector achterop ziet, dat is wel een koppelstuk BNC naar Amphenol, maar dat is toch ook wel groot vergeleken met het apparaatje. Hè? Het is lastig om het formaat goed te laten zien. Ik kan het even optellen. Daar heb je de Xiego. Nou, ik weet niet of het te zien is. Het is echt al een beetje slordig, want ik had wat ruimte gemaakt voor het kleine dingetje. Maar dat zie je toch nog niks van hoor. Want Xiego is verder op de achtergrond. Ik kan die ook niet oppakken, want die zit aan de QRM Eliminator vast en dat soort dingen. Maar even kijken. Ik ga het penlightje nog een keer pakken. Het doet een beetje uit de losse hand, kijk als je kijkt. De light is net meer dan de helft. En qua diepte is het helemaal het verschil groot. En dikte. Het ding is echt heel klein. Nee, ik heb hier ook geen iets wat ik nou als referentie... Nou, ik hou het voor nu. Het is een beetje een slordig filmpje, maar ik zet hem gewoon online. Een teken dat dingen doet, hè. Is die nou scherp, is de vraag. Nou, zo te zien niet erg. Nou, volgende keer meer.